Hé mannen, je moet iets tegen ons zeggen. Dan verwerken we het en dan doen we het. Als zij zegt, kun je die vuilniszak opruimen? Dan doen we dat. Maar nee, ze zet hem neer en dan kijken. Kijken hoe lang het gaat duren. Maar ja, die zak ligt daar. Ik heb er geen last van. Ik stap er overheen. Het is niet mijn zak. Iemand heeft hem waarschijnlijk met de reden daar neergelegd. Ik stel geen vragen. En na 3 dagen heb je een boze vrouw. Spijkers met koppen presenteert Spijkers met nieuwe koppen. Met de comedians Steven Brunswijk, Jasper van der Veen, Stefan Pop, Roué Verveer, Stefano Keizers en Cindy Pietersen. Dit keer praten ze over het thema comedy stijl. Eerst een dilemma. Altijd liever een grap slecht bedenken. Liever zelf een grap slecht bedenken. Liever een grap zelf bedenken. Zeker liever een grap slecht bedenken. Goeie grap jatten van een ander. Goeie grap jatten. Per ongelukken humor. En in mijn beleving gebeurt dat altijd wanneer je niet iets aan het meemaken bent, maar aan het realiseren bent wat er aan het gebeuren is. Dus je zit in een situatie en opeens sta je stil bij, stel je eens voor dat mijn moeder hierbij was geweest. Ik hou van het verkeerde been. Mensen die in de problemen komen en dan proberen een oplossing te zoeken waarbij jij als publiek denkt, ja, maar dat gaat nooit werken. Snap je wat voor rare oplossing is dat? Om Mr. Bean kon ik echt enorm lachen. Als je me kan verrassen, dan heb je me. Een goede grap is heel erg lastig. Een goede grap zit vol met van alles. Die barst van de energie. En het is heel moeilijk om een goede grap te schrijven. En dat beseft het maar al te weinig mensen. Ik vind Casper van der Laan, die vind ik heel grappig. Ik vind Ronald Goedemond heel grappig. En Stefano Keizer leuk. Ik vind, wil je nog meer grap? Steven Brunswijk. Oh nee, die vind ik niet leuk. Ja, dat ga ik niet zeggen. Dat is mijn zoontje, man. Hij spoort niet. Ik vind alle bejaarde vrouwen in mijn familie heel erg grappig. Vooral als ze samen aan de tafel zitten. Dat ze hun zelfbewustzijn een beetje kwijtraken. Dus ze worden heel erg een parodie op zichzelf. Het was mijn kat, maar die is net dood. Die is ook nog wel weer grappig dood gegaan. De euthanasie was bij mij thuis. Ze geven dat spuitje en hij vliegt echt op. Maar vervolgens vluchtte diegene die precies achter de tafel zitten op een plek waar we er echt niet meer bij zouden kunnen. Ik denk, oh, dan zit ik hier met een rottende kat in huis. Ik moest hem leren plassen bijvoorbeeld. Hij wilde staan plassen. Zo creatief als ik ben, ben ik op mijn knieën gaan zitten. Heb ik mijn tampeloeres op de bril gelegd. En ik schoot mijn straal recht vooruit. Hij zag dat. Oké, okay. Hij legde hem ook op de bril. Ging op zijn teentje staan. En hij schiet hem vooruit. Onze stralen kruisen elkaar. Ha, vind ik fantastisch. Zwaarderschap ten top natuurlijk. En mijn dochtertje zag dat. En mijn dochtertje zei, papa, dat wil ik ook. Ik zeg, zo werkt dat niet. Dat kan natuurlijk niet. Volgende dag in de klas zit mijn dochter Jank in de klas. Mijn papa die wil niet met mij plassen. En hij heeft wel zijn piemel. Ja, dat kun je niet uitleggen zoiets. Dat gaat niet. Gewoon aan het publiek. Als ik ergens sta te try-outen. Ja, ik heb het wel eens geprobeerd hoor, om het voor te leggen aan bekenden. Maar A, denken ze elke keer dat je met ze praat van ben je nu een grap aan het uitproberen? Als ik een grap test, dan test ik dat vaak in het dagelijks leven. Heel vaak bedenk ik het net voordat ik het podium opga, test ik het tussen andere stukken. Vroeger moest ik het echt 3-4 keer proberen in een kleine club voor ik hem op het podium neem. Maar als ik nu naar een show rijd en in de auto bedenk ik iets, doe ik hem die avond al. Omdat ik dan nu, met die ervaring die ik heb, kan ik al weten ongeveer, als ik hem zo zeg, werkt het. De grap die ik het meest heb gemaakt. Ik kom dan uit Groningen en ik ben dan verhuisd naar Amsterdam. En in Groningen is het ergste wat je kan gebeuren in het verkeer is dat iemand je even klem zet. Een politieagent die zegt, doet zijn raampje naar beneden. Zo, hey, mijn jong, stap maar eens even af. En in Amsterdam word je gewoon net zo lang overreden tot je resistent bent. En ik denk dat ik die grap net zo lang heb gemaakt tot ik zelf ook resistent was voor die grap. Dat is over de vuilniszak. Vrouwen willen dat wij dingen aanvoelen. Wij mannen, je moet iets tegen ons zeggen. Dan verwerken we het en dan doen we het. Als zij zegt, kun je die vuilniszak opruimen? Dan doen we dat. Maar nee, ze zet hem neer en dan kijken. Kijken hoe lang het gaat duren. Maar ja, die zak ligt daar. Ik heb er geen last van. Ik stap er overheen. Het is niet mijn zak. Iemand heeft hem waarschijnlijk met de reden daar neergelegd. Ik stel geen vragen. En na 3 dagen heb je een boze vrouw. Ik was ooit blond en veel steviger. En dan kwam ik op en dan zei ik, want was mijn naam net hier is Cindy Pietersen. En dan zei ik, ja, inderdaad, ik ben Cindy Pietersen. Dat jullie niet denken, wat heeft Jamai vandaag een leuke jurk aan? Wat is rood, maar niet helemaal? Een bietje. Dat is een goede grap. In Brabant, jongen, naast een janken. Boven de rivieren wordt er niet zo hard gelachen om die grap.
Ik heb wel eens een lezing gegeven voor Urker Vissers. En toen heb ik een grapje gemaakt over de gynaecoloog die altijd werkte. Maar bij die Urker Vissers werkte dat bepaald niet. En als je het naar een combinatie met vis, nou, het werd alleen maar erger. En ik had net gezegd, er zijn 5 punten die ik ga benoemen. En ik dacht alleen maar naar het eerste punt, ik wil hier weg. Wij mannen hebben allemaal een gezonde dosis pedofilie in ons. En wat ik bedoel is, boekjes als Teens en 17 en vrouwen verkleed als schoolmeisjes en zo, dat vinden wij opwindend. Als jouw vrouw zegt, hey baby, vinden wij opwindend, toch? Als ze schattig doet, als een soort tienermeisje. Wij gezonde mannen weten, het is een volwassen vrouw die dat doet. Daar is het verschil met de echte pedofiel, die denkt, nee joh, ik heb geen tijd. Terwijl die theorie volgens mij wel hout snijdt. Niemand lachte, niks. En ik dacht, maar ik heb toch gelijk, of niet? Maar later dacht ik, het woord pedofiel, dan haken mensen gelijk af. Ik heb niet zoveel geld, dus als ik wil inloggen bij internetbankieren, dan voelt het een beetje als huilen en lachen tegelijk. Weet je wel, van wie heeft nou 0 euro en dan, oh ik. Toen werd ik gebeld door een man van de ING en die zei, wil je beleggen? En toen dacht ik, ja, check gewoon eerst even mijn rekening. Ik wil gewoon heel graag mijn boterham beleggen, dat is wat ik doe. En toen zei hij, ja, maar het is super weinig risico. En dan snap ik wel, want ik heb 0 euro, natuurlijk is het weinig risico. Dus ik denk dat dat hem is. Na jouw reactie te horen, ben je het mee eens. Hoe noem je een radiator die uit een boom gevallen is? De oosterse stilte. Zie je moeilijk denken? Kapot radiator. Is kapot. Valt uit een boom. En precies de stilte die ik nu heb, die kreeg ik toen ook, zeg maar. Dat was niet zo best. Vond je het een leuke video? Like en abonneer. Oké, dan.